Zo, de eerste vlog vanuit Beijing. Nog zonder muziekje, nog zonder tunetje, nog zonder fancy effectjes en zo. Gewoon even een test, kijken of het werkt, of het lukt. Want het is natuurlijk altijd de vraag. Misschien kijken ze wel mee, hè? Dus dan moet je een beetje stil zijn. Dan moet je het misschien ook een hele stille vlog gaan doen. Maar goed, dat moet ik niet doen. De eerste vlog. Ja, waar werk ik? Nou, ik werk hier. Dit is het nieuwe kantoor van Linfair Broadcasts. Goed. Ik zal je heel even een kleine rondleiding geven. Nou, dit is het kantoor. Hier komen we binnen. Overigens, ik ben helemaal alleen, want het is bijna Chinees nieuwjaar. Xin Nian Kuai Le. Het jaar van de kip komt eraan, dus dat wordt lekker veel kip eten dit jaar. Goed, dit is het kantoortje. De kantoortuin. Hier zitten de dames van de administratie. Hier is een soort van vergaderzaal. Die is nog niet helemaal klaar, want we zitten hier pas net. Hier is het kantoortje van de dame van het geld. Nou, ze is er niet, dus er is ook geen geld meer. Dit is het kantoor van mijn collega Roy. Die is er ook niet. Allemaal in vakantie. En nou, deze puinzooi. Ja, dat ben je misschien wel gewend van me. Daar kom ik te werken. Dat moet ik nog een beetje inrichten. We zijn natuurlijk net naartoe verhuisd. En nou, vanaf hier gaan we dus werken. Uitzicht is ook wel leuk. Kijk, je ziet alweer dat. Misschien even kijken of je het kan zien. Het is vrij rustig op de weg. Dat komt natuurlijk ook omdat Beijing langzaam aan het uitsterven is vanwege het Chinese nieuwjaar. Je ziet in de verte ook al dat de gebouwen wat minder zichtbaar zijn. Dus het is weer smoggy. Ja, nou, dus. De eerste vlog, dit. Nou, kijk maar even wat je ervan vindt. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Ik ga sowieso kijken of het lukt. Mocht het lukken, dan gaan we gewoon het wat vaker doen. En dan ook even een beetje fancier maken. Misschien is het ook wel leuk. Als je nou zoiets hebt van: hey, Momentum, laat dit nou eens zien. Of laat dit nou eens zien. Zet het even in de commentaren beneden. Dan ga ik dat proberen mee te nemen. En kijken of ik hier. Regulier een vlogje van kan maken vanuit Beijing. Je weet het niet. Eerst maar eens even deze zien te uploaden. Voor nu, gelukkig Chinees nieuwjaar. Lekker aan het werk in Nederland. Ik ga donderdag lekker op vakantie naar Thailand. Bye.